Hallo, ik ben Arjan en welkom terug in Skyrim. De vorige keer waren we onderweg naar Whiterun en was het de bedoeling dat we eerst even langs Anis haar huisje zouden gaan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, want we zijn halverwege toch nog Hemar's cavern ingegaan. Maar daar ben ik nu wel van plan. Dus ik ga nu richting Anis haar huisje die ik heb gemarkeerd op de kaart. Dat is hemelsbreed recht voor mij. En daarna door naar Whiterun. En moet je nou eens kijken hoe mooi die zon door de boompjes schijnt. Ik word een beetje afgeleid, maar moet je nou kijken. Schitterend, hè? Goed, zodra ik in de buurt ben van Anis, meld ik me. Oeh, er gebeurt wat. Oh. Dan heb je gered, zie ik. Hello there, fellow traveler. One itinerant minstrel and wandering wastrel at your service. Oké, maar wat is er met je aan de hand? Want je staat een beetje raar te glimmen. Ah, smell that fresh air? Truly, this is a good place to play a song. Okay, nou, kan ik een verzoekje doen? For a generous fellow traveler. But of course, what would you like to hear? Nou, wat zullen we eens doen? Oh, dat is een mooi liedje. Of hebben we die al gehoord? The Age of Aggression, dat is wel een mooi liedje. Maar zullen we, nou, doe die maar. Nee, van mij heb ik die al gehoord in de kroeg. We doen de Dragonborn Comes doen. Ysmir's blessing on you. This one's a favorite of mine. A legend we all know and love. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes. With a voice wielding power of the ancient Nord art. Believe, believe, the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed, and the legend yet grows. You'll know, the Dragonborn's come. Hey, mooi, hé. En wat kun je mij vertellen over speechcraft? Adventure and song is the life for us, eh, friend? Ja. Dat kost denk ik geld, hè? Well, after a little incident with a roguish lad and the daughter of a prominent thane, well, let's just say, best not. Afraid not. But if you're serious about sharpening that tongue, you might try the Bard's College in solitude. Okay, wat doe jij hier? Some may find their inspiration tucked away in tomes, or by carousing in the cities. But I find it here, in the vast expanses of Skyrim. Okay. Nou, ik vind het ook mooi hier. Heb je nog wat nieuws te vertellen? The best tales are those of adventure. Who could truly write such a tale without first experiencing such? Helemaal mee eens, Tasgar. Ik denk dat je me genoeg verteld hebt. Bedankt, hé. Ik vond het leuk. Alright then. We gaan onderweg naar Anis. Die ligt misschien al wat te slapen inmiddels. En dat is niet zo gek ver hier vandaan. We zijn hier al eerder geweest. Zo, het ziet er echt mooi uit allemaal, hè. Ja. Kan ik hier zo af? Is misschien niet heel verstandig. Oh, een beetje glijden. Voorzichtig. Hey, Ember Shard Mine. Ja, Lydia, datzelfde heb ik ook. Oh! Oh, ik voel me raar, want de zon gaat. Hè? Ik voel me raar, omdat de zon. Ondergaat? Waarom voel ik me raar, omdat de zon ondergaat? Dat heb jij allemaal voor moois bij je.
Ik ben benieuwd waarom ik me raar voel omdat de zon ondergaat. Die daar ben je nog? Hier, de Ember Shard Mine. Waar is dat dan? Op de kaart. Oh, dat is niet zo gek ver bij een nieuw huisje vandaan. Nou, als we hier toch langskomen. Waarom niet? Zo, dat is heel donker, hè? Zullen we even een fakkel meenemen? Even kijken, hoe kan ik die snel equippen? Ik heb wel die torch opgepakt. Oh ja. E is gebruiken. Oké. En als het goed is, komt er ook rook vanaf. Ja, mooi hè. Dat vind ik mooi. Goed. Wat hebben we hier? Ik ook, Lydia. We nemen ondertussen wel even die andere fakkels mee. Want wie weet hoeveel we nog nodig gaan hebben. O jee. Oeps. Gaat Lydia? Gaat het dan met je? Oh, ook met dit licht ziet het er prachtig uit. Ik geloof dat ik een beetje verliefd ben op Lydia. Oké, ik heb het al door. Ik doe. Goed. Ik heb al een beetje door dat we met die torch. Die moet ik natuurlijk bij mijn favorieten zetten. En dan bij de favorieten de torch eventjes zetten onder. Nou, wat zullen we doen? Zullen we zeggen. 5. Torch onder 5. En dan doe ik Frostbite wel onder 4. Zo. En dan heb ik nu Frostbite en nu mijn torch weer. Ja, dat is mooi. Ik ga nu Frostbite gebruiken. Hey jij. Goed. Bandiet. Waar zijn we hier beland? Mooi hoor. Mooi gevaarlijk. Lydia, doe nou niet, ga nou niet. Ik zie hier bijna niks, hè? Super donker. Een bruine klook. Maar vind ik niet zo mooi. Wat hebben ze hier allemaal? We moeten dat ding naar beneden laten, Lydia. Kom. Die ophaalbrug. Dan gaan we er gewoon tegenaan douwen. Dat zal wel niet. Moet ik gewoon een lel geven. Nou, loop even door, Lydia. Misschien kunnen we dat vinden. Zo, hier is een van de boekje. They've had me working down here for days now. It's not the time that's getting to me though. It's these tunnels. I've told them countless times now to add extra support to the weak sections of the tunnel. If only we had more of those wooden beams that we reinforced with bronze bottoms. Honestly, if I hear the earth shift one more time above my head, I'll be so stressed I may stop drinking for good. I mean, what's a Nord without his meat? Oké. Okay. Die heeft het misschien niet gehaald. Ga mee. Ga die kant op. Wat hebben we hier allemaal? Ah, dat zocht ik. Precies.
Waar zijn ze nou? Hier. Pak aan. Het is een bloederige toestand, maar toch. Het moet gebeuren. Goud. En de rest. Wat is nou weer een wakizashi? Dat is tof. En van een zwaard. En goud. Een iron nodachi. Een nodachi? Is dat tweehandig? Zal hij wel. Even kijken, waar is de nodachi? Daar. Dat is een greatsword. Ja, die is tweehandig. Nou, die laat ik wel liggen. Gaan we verder. Kijk, komen die fakkelstof van pas. Wat hoorden jullie, Lydia? Een speltoom, coinpurse. Neem allemaal mee. Ze zijn wel makkelijk verslagen. Embershard, mind key. Dat lijkt mij een belangrijk onderdeel. Dingetje, item om te hebben. Super donker hier. Even kijken. Goud hebben. Hier zijn nog wapens, een warhammer en een greatsword. En een kist. Orkies Warhammer of Arking. Die nemen we mee. Want daar zit een of andere spel op. En die wil ik leren. En nu weet ik hoe dat moet. Dus dan... Het zal wel weer eten, hè. Wat hierin zit. Ja. Allemaal eten. Nou, kom Lydia, we gaan verder. Wat hebben we hier nou dan? Niks. Gewoon een lege cel. Lydia, doe even aan de kant. Kom, kom. Even aan de kant, Lydia. Kom dan. Laat me dan even daar. Ik wil die uit. Ja, goed zo. Het is nog best groot hier. Ah, hebben we daar weer iemand? Hey, ik hier. Dat klopt, ik ben een hero. Lydia, anders schiet je even papieren die kant op. Light armor forging. Die heb ik geleerd blijkbaar. Is jouw vent al dood daar? Nee, hij leeft nog steeds. Lydia, kom op. We moeten even wat aan doen. Goed zo. Goed zo, meid. Zet hem op. Je kunt het wel, hè? Hey, fantastisch, hè? Echt goed. Light armor forging. Mijn smitting is eventjes wat geïncreased. En dat is natuurlijk altijd fijn. Terwijl ik nog niet heb gesmitted, is het wel fijn dat ik daar toch steeds een beetje in leer. En ik kan deze werkbank gebruiken. En ik kan ook nog eens die ijzerdingen pakken. Oh, hier is er van alles. Een blacksmith forge. Oh, daar kan ik nieuwe wapens mee maken. En... Ja, daar heb je natuurlijk allemaal spullen voor nodig. Dat vind ik nog wel een keer leuk om uit te zoeken. Maar dat vind ik misschien beter, is beter iets om te doen als ik niet aan het opnemen ben. En op dit moment heb ik er ook niet zoveel zin in.
In Riverwood is ook nog een smidse, dus daar kan ik het even ook nog aan doen. Zo, donker is het hier. Wat hebben we hier allemaal liggen, jongens? Het is wel feest hier. Ik heb er verder niet zoveel aan zo te zien, maar... Neem het dan niet... Ik neem die mand mee, dat wil ik helemaal niet. Waar is dat ding? Is dat daar het laatste ding? De basket? Ja, weg. Ik hoef geen basket. Drop maar even. Ik moet sowieso een keer uitzoeken wat ik allemaal bij me heb. Want ik heb echt veel spulletjes bij me. Nou, Lydia. Kunnen we ergens verder? Hier is ook nog een voorraadschuur. En een kist. Met best wel wat goud. Dat is altijd fijn. En een drankje. Oeh. Ja, dat heb je in de mijn, hè? Allemaal mooie spulletjes. Oh, die is al leeg. Gewoon kijken dan. Je hoeft niet eens te kijken. Hier is een zak. Ja, wat dat betreft, als je eten zoekt, dan is er genoeg te vinden. Dit wil ik wel eventjes geloven momenteel. Wij gaan. Lydia, deze heb jij doodgemaakt, hè? Goed. Goed bezig. Waar gaan we nou vandaan? Nee, we gaan die kant op. Maar wacht even, ik moet even een beetje nadenken hoor. Ik ben hier naar boven gegaan. Ik kwam daar vandaan, uit het achterste gat. Ja. Ja, hier kwamen we vandaan. Hier beneden ben ik geweest. Oh ja, dat was die smidse. En hier heb je dat prachtige watertje. Het is wel super mooi, hè? Maar goed, dat meer is het ook niet. Nee, oké, prima. Dat ik het even zeker weet. Het klinkt hier ook best gevaarlijk, al met al. Hè? Oh, hier is nog een kist. Oké, daar ben ik al best goed in. Nog een fakkel. Die hebben we fijn mee. En wat geld. En toen. Was dit het? Is er geen andere uitgang dan dit? Het lijkt er wel op, hè? Dan gaan we maar eens weer richting de voordeur. Ja. Ik zit allemaal dezelfde plekken te doorzoeken. Lydia, van de kant. We gaan naar de voordeur toe. We hebben het gezien. Nee, dat is niet de voordeur, toch? Oh, we kunnen wel verder. Oh, kijk. Wat is dit? Oh, ik heb te veel spullen bij me. Nou, dan drop ik toch iets. Dan drop ik toch... ik heb heel veel fakkels bij me, dan drop ik er daar toch een paar van. Nou, gooi we er 5 weg. Hoeveel zwaar zijn die dingen eigenlijk? Een halve kilo. Zo, dan heb ik weer genoeg bij me. En we gaan eruit. En dan hoop ik dat het nog dag is. Het lijkt er niet op. Maar dat is niet heel erg. Ik wil die fakkel even kwijt nu. Eens kijken naar de hemel. Eens kijken. Mooi, hè? Oh, ik val gewoon nergens naar beneden. Anissa huisje. Nou, dat is wel die kant op trouwens. Echt mooi. Aurora, nog wat. Ik heb nooit opgevallen die gigantische maan aan de hemel.
Tof. Nou, ik dwaal af. Anis is echt vlakbij. Dus we lopen meteen maar even door naartoe. Want iemand zei dus, die ziet er niet aardig uit, hè? Of wel? Take this and hold on to it. I'll be back for it later. I'll pay you good. Don't lose it. Oké. Maar leg eens uit. No time to talk. Snitch or double cross me and I'll kill you. I mean it. Oké, dus ik heb nu iets gekregen van hem. Ik weet niet precies wat, maar ik heb nu wel echt veel spullen bij me. Dus Lydia, waar ben je? Kun je nog wat van mij dragen? Want ik heb echt veel. Misschien wil je nog een... heb ik nog iets zwaars bij me? Vast wel. Vast wel. Ik wil iets kwijt. Dit schild. Ja, dat moest ik van hem vasthouden volgens mij. Wat moet ik nou met dit ding dan? Oh ja, daar zit een betovering op. Nou, hou die even vast als je wil. Dat is... Hoeveel weegt die? 5 kilo. Nou, dat is net genoeg. Dus hier. Lukt dat? Goed zo. Ik ga verder. Ik weet niet wat hij dan nog steeds doet, maar... Moeten we met hem mee of zo? Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Maar we gaan naar Anis, dus ik bedoel, ik vind het prima om dingen voor hem in bewaring te houden. En dan moet hij mij weer opzoeken, als hij dat wil. En daar loopt ook nog wat, zie ik. Oh, bijzonder. Kunnen we dit water gewoon lekker in? Mooie visjes. Oké, okay. Anis. Woont hier ergens. Het lieve oude vrouwtje. Die ligt vast te slapen. Nou, niet denk ik. Nee, daar is ze. Hey. I'm just a poor old woman, dear. No need to trouble yourself with me. Ja, ze klinkt wel aardig, hè? I get so lonely out here. Maar goed, ik heb dus een hele mooie tip van iemand die zei, maar weet je wat je moet doen? Je moet heel even in haar kelder kijken. Dus dat gaan we maar eens even doen dan. Als het lukt, hè? En dat lukt. Hey, en ik ben een level omhoog. Dat is mooi. Het is een donkere kelder. Alchemielab. Ik ga niet van haar stelen. Ben ik niet van plan. Nou, het is niet een hele aardige... Ze heeft gewoon schedels daar liggen. En drankjes. Dat is een heks of zo. En ze heeft een brief. Helgi, dear, why do you hesitate? You can feel the power coursing in your blood. You have only to reach out and grasp it. Renounce that boy of yours and come. Come live with me in the forest. My sister will be here soon. Together we can form a proper coven and your training will truly begin. Dus zij wil een soort van genootschap starten van heksen. Oh, hier is ook nog zo'n enchanter. Dat is wel mooi. Want dan kan ik even van mijn... kijk, wat deze dingetjes... Oh, die ken ik al. Dus die Warhammer, die ga ik dan gewoon verkopen. Dit is mijn mace, die gebruik ik. Steel Warhammer of Frost. Best wat waard, maar ik wil het gewoon leren. Dus ik heb nu Frost Damage geleerd. Waning Shock. Dat is dat schild van die man. Waar ik aan moest vasthouden. Zullen we dan dat nog maar heel even bewaren? Wie weet komt hij nog terug. En Ropes of Illusion. Ik heb Fortify Illusion en Magicka Regen geleerd. Zo, dat zijn... Tof. Vind ik gaaf. En
Kan ik nou ook gewoon bijvoorbeeld iets enchanten? Wat heb ik bijvoorbeeld aan? Die gauntlets die ik aan heb, kunnen die ook geenchant worden? Met 45 archery. En mijn... bijvoorbeeld mijn masker. Die kan... Conjuration. Ja, nou ja, dat zoek ik nog wel een keer uit. Maar we kunnen in ieder geval wel de conclusie trekken dat anijs niet helemaal zuivere koffie is. En... Nou, ze heeft allemaal drankjes. Nou, neem het gewoon mee nu. Ik bedoel, nou wil ik wel. Dan vind ik haar niet meer een zielig oud vrouwtje. Wat ligt hier? Deathbell. Ik weet niet wat dat is. Enchanter's Potion. Anijs. Wat is dit? Waar ben jij mee bezig? Al die drankjes ook. Ik weet niet of ik wat aan heb hoor. Maar goed. Hey Lydia, we gaan naar boven en ik weet niet, maar ik heb het vermoeden dat ze het niet heel leuk vindt dat we hier geweest zijn. Anijs. Oeh, niemand mag haar geheim weten. Ah, dat was Anijs. Ze heeft ook een betoverde pakje aan, dus dat nemen we mee. En verder een drankje. Nou, Lydia, zo zie je me weer. Je kunt niet iedereen vertrouwen. Maar dat betekent wel dat ik wat dingen meeneem. Bijvoorbeeld die Petty Soul Jam. Die gaat mee. En verder nog dingen. Dat zal wel weer eten zijn wat hierin zit. Ja, precies. Ja, dus hier hebben we nog een boekje. Die heb ik vorige keer gelezen. Die nemen we nu mooi mee. En ik wil even kijken of in haar krant nog spullen liggen. Want nu maakt het echt niet meer uit. Nee, ik heb er al gestolen. Nee, ik moet helemaal niet zijn. Kom op, Lydia, we gaan. We zijn onderweg naar Whiterun. Het prachtige Whiterun. Tenminste, dat schijnt. Het schijnt prachtig te zijn. Want het is behoorlijk anders dan de laatste keer dat wij daar waren. Nou, voor een oud vrouwtje ziet ze er nog best goed uit, hè. Behalve dat ze er dood uitziet. Maar wij gaan nu naar Whiterun. Dus dat betekent dat we die kant op moeten. En ik ga gewoon lopen. Wie hebben we daar? Niet aardig. Een Redguard. Kijk je nou, joh. En Lydia, heb ik nou Lydia de wapens verkocht? Volgens mij heb ik net Lydia de wapens verkocht. Ik ben namelijk in... Zo niet veel bij zich. Ik ben gestopt in Riverwood. En daar heb ik spulletjes verkocht. En ik ben bang dat ik spulletjes voor Lydia heb zitten verkopen. Dus we gaan eens even kijken of ik daar wat aan kan doen. Ik pak gewoon even alles mee wat ik hier heb. En veel te veel bij me natuurlijk nu. Maar Lydia. I'm right behind you. Ja, je zit echt mooi met je. I am sworn to carry your burdens. Oké, eens even kijken of ze wat aan mijn spullen heeft. Die ik net opgepakt heb natuurlijk. Bijvoorbeeld een Iron Club. Ja, ik heb nog steeds te veel bij me, maar dat is niet erg. Ik ga even kijken wat er gebeurt als ik het allemaal aan haar geef. Bijvoorbeeld een... Gauntlet, schoenen, armor. Een schild. Dan heb je van alles, hè, Lydia? Kun je er wel mee? Oh ja, die heeft ze dan geëquipt. Met rechts. En de rest heeft ze niet geëquipt, dus. Dus je kan daar geen pak geven verder. Dat is alleen de wapens. Oké, dan heb ik verder nog een wapen voor haar. Nou, niet.
Als heeft ook het schild. Lead on. Oké, prima. We gaan even mooie spullen voor haar kopen in de stad. Want dit is natuurlijk niet heel handig wat ik heb gedaan. Wist ik veel dat ze ook gewoon dat ik haar ook spullen kon geven. Dus ik dat wist dat ik dat al veel eerder gedaan. Maar kijk wat we daar hebben. Daar hebben we White Run. En het is niet zomaar White Run. Nee, dit is het nieuwe White Run. Oftewel. Mooie. Dan, kijk eens al die dingetjes die voorbij vliegen. Al die snippetjes en toestandjes. Kijk. Dit is een aardig mooi White Run. Ik zal even naar binnen gaan als we er eenmaal binnen zijn. Dan, wacht even. Hier is volgens mij een paardenverkoper. In de buurt. En dat vind ik wel even interessant. Want ik wil eigenlijk wel een paard. Tenminste, ik weet niet of ik er kan kopen, maar dit is volgens mij hier vlakbij. Hier is ook een meneer met een kar. Bjorlam. Oké, ik kan zelfs zijn wagen huren. Bedankt hè. Hier is de manege toch? Ja, hier is de manege. Kan ik dat bij jou doen? Jeffar? Talk to my father, Skolvar. Je vader is daar. Got the fleetest steeds in all of Skyrim. Nou mooi. Man like you needs a war horse, I reckon. Ja, dat klopt. Hoe oud zijn ze? None of them's older than 9, and the youngest is 6. Now the horse I got for sale is 7 years old, but in fine health. She's got a lot of spirit, that one. We've taken to calling her Queen Alfsiger, or just Ali for short. I expect you can name her anything you like once she's yours. Nou, ik vind Ellie heel leuk, dus dan wil ik er gewoon even kopen. Suppose so. Got one all saddled if you've got the coin. Weet ik niet, heb ik dat? You've got ja, a deal. Dat heb ik, it's mooi. The one with the saddle. Dat dacht ik al. Mooi, Ellie. Arlindor of Tilia's horse. Maar ik noem hem gewoon Ellie. Heel goed. Gaaf, hé. Dit vind ik wel vet, hoor. Nou, daar gaan we dan. Richting White Run. Een mooie nieuwe White Run. En die arme Lydia, die zit natuurlijk achter mij. Die heeft... Heeft zij nou helemaal niks? Kan ze me wel bijhouden? Oh ja, wel. Nou, mooi. Gaan we eens even kijken of wat spullen voor Lydia kunnen scoren straks in de stad. Ik ben ook benieuwd of ik met mijn paard naar binnen kan. Het schijnt er heel anders uit te zien, White Run. Sinds mijn aanpassingen. Het schijnt er fantastisch mooi op geworden te zijn. Kan ik naar binnen? Nee. Nou, pas op. Oké. En afstappen. Dat doe ik met... Met E. Oké, goed. Maar het schijnt heel... Echt heel mooi te zijn nu. Het was natuurlijk al mooi, maar... Nog mooier. Dat kan, schijnbaar. Zo. Nou, die bomen die stonden daar de vorige keer niet. Echt mooi zeg. En jij bent ook mooi. De Battleborns hebben iets tegen de Greymanes, dus. Wat is dit? Oké. Ja, ik wil het allemaal nog gaan uitzoeken. Rorik stelt een nice enough little hamlet met een boring posting voor een guard. Een dragon attacks. Well, then it would be a different story. Maar dat doe ik niet nu, dat doe ik de volgende keer. Ik wil alleen nog heel even een klein beetje laten zien van het nieuwe White Run. Ik ben al een beetje ziek, dat dacht ik al. Eens even kijken, ik heb toch al zoiets. Ik heb geleveld en toen zag ik al dat mijn gezondheid super laag was. Zie, 105. Is niet goed hoor. Maar daar is volgens mij zo'n zo'n beeldje waar ik wat mee kan, toch? Even kijken, dit ding, ja. Oké, ben ik nu weer helemaal beter? All diseases cured staat er. Ik weet niet wat ik had. Ja. Ik ben wel oké. Nou, mooi. Even kijken. En zij wel een goudstuk. Dat mag wel hoor. Ja. Daar ben je. Oh, daar ben je. Oh, thank you. Divines, bless your kind heart.
Maar waarom bedel jij? Is what Brennan said I should do. He's the only one that's been nice to me since... Since Mama. A few seconds since she died. My aunt and uncle took over our farm and threw me out. Said I wasn't good for anything. I wound up here, but... I don't know what to do. I miss her so much. Ja, ik kan haar niet adopteren. Volgens mij heb ik daar een huis voor nodig. Ik vind het wel zielig. Dus ja. It's a shame, isn't it? Ja, ik wil het wel weten, maar niet nu. Ik ga er voor nu maar een punt achter zetten. Kijk nou wat mooi is. Hè. Het is echt, echt mooi geworden. Hè. Veel meer groen. Echt heel tof. Ik ben heel blij mee. Nou ja, goed. In ieder geval, de volgende keer dan gaan we... Hier eens even kijken wat we allemaal voor quests kunnen vinden. En welke interessante mensen hier allemaal lopen. Dus de volgende... Ja. Dus de volgende aflevering wordt echt een soort van praataflevering. Maar goed, dat moet af en toe ook gebeuren. En ik ben benieuwd wat we hier allemaal kunnen aantreffen. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog is altijd welkom. En ja goed, dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug. Bye bye.